De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Het is aan mijn tante, maar er is niemand te zien. Er zal nu toch wel één Hollander zijn die hier zijn boterham komt zitten eten. Daar heb je er één. Even vraag, kom, achter de bosjes. Laat me gerust. Ik heb hier heel mijn leven aan gewerkt. Ik wil u niet verkopen. Ik wil mijn uitvinding zelf exporteren. Allee dus, kind. Ik verhoog mijn bod nu toch echt voor de laatste keer, hè? 1000 gulden. Je kan mijn botten kussen, jij. Ik verkoop niks. 2000 gulden. En geen centiem meer. Nee, nee en nog eens nee. Dus, kind, als ik mijn zinnen op iets gezet heb, dan krijg ik het ook. Noem uw prijs. Ja, kom, laat me los. Kom, laat me los. Laat me los. Nee. Eerst als je het hebt verkocht, dan laat ik je los. Nooit, hoor je me? Nooit. Nu doe jij wat ik zeg, Dus even laat het mannetje met rust en maakt dat je wegkomt. Waar moet u zich mee? Durf u wel tegen zo'n klein ventje? Moet je mij nemen? Dus, kind, denk maar niet dat je van me af bent. Achterlijke lavabo! Die is mij al van in Brussel aan het achtervolgen. Rustig, rustig, maar maar. Ga even lekker zitten. Dank u wel, meneer. Ik weet niet wat ik zonder u had moeten doen. Wat wou die knaap van u? Hij wilde mij mijn formule ontfrutselen. Formule? 30 jaar. 30 jaar heb ik hier aan gewerkt. Ik wilde voor mezelf beginnen, ja, en toen wou ik van die zwendelaar een beetje geld lenen. Een beetje geld? Hij wou u 2000 gulden geven. Ach, ja, natuurlijk om mij uit te kopen dat hij alle rechten zou hebben. Oh. Een klein beginkapitaal. Een kleine som geld. Want hier zijn tonnen mee te verdienen. Tonnen? Inderdaad, maar ik ga u niet langer meer lastigvallen. Dank u voor alles. Goedemiddag. Ja, wacht nou eens even, meneer. Duskind. Dokter Duskind uit Brussel. Aangenaam. Kooiman uit Rotterdam-Zuid. Hoezo? Zijn hier tonnen mee te verdienen? Wel, meneer Kooiman. Die formule is ter bereiding van een haargroeimiddel. Een haargroeimiddel? Nou, als die knaap van daarnet er 2000 gulden in wil steken, dan gelooft hij er kennelijk in. Ah, ja, natuurlijk. Hij kent me nog van toen ik kaal was. Kaal? Ben u kaal geweest, dokter? Als een biljartbal. En nog maar heel kort geleden. Hier, een foto. Het is van vorige week. Dat is niet te geloven. Een kleine som geld. 100 gulden als startkapitaal en ik ben morgen miljonair. Dus u weet zeker dat dat spul werkt? Ja, maar wat denkt u dan dat dit is? Een pruik? Nee, natuurlijk niet. Dat is echt haar. Dat ziet een kind. Hoe kom ik aan 100 gulden? Ja, wacht nou eens even. Wacht nou eens even. Als ik u 100 gulden zou geven, wat zit er dan voor mij in? Wel, meneer Kooiman. Als u mij 100 gulden geeft, dan krijgt u de formule. En dan kan u gaan produceren voor heel Rotterdam-Zuid. Zo. Zo, Rotterdam-Zuid, dat zijn 1000 gulden. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik doe het. Ik doe het. Ik zorg voor die 100 gulden. Dat zou geweldig zijn, meneer Kooiman. Ja. Kijk, hier woon ik. Als u daar morgenmiddag bij mij langskomt, dan zorg ik dat ik 100 gulden heb. Wel, ik ben tegen een uur of 4 bij u. Met de formule en een lijstje met de spullen die u nodig hebt voor de productie. Ja, dokter, nou moet ik met mijn vrouw gaan praten voor dat geld. En die gelooft me nooit. Mag ik dan die foto houden van dat u nog kaal was als bewijs? Ja, natuurlijk. Oké, dokter. Tot morgenmiddag.
meneer Kooijman. En? Wel, ik wist nu wel dat die Hollanders dom waren, maar dat het zo makkelijk zou zijn. Nel, dit is de kans van ons leven. We kunnen tonnen verdienen. Hou er nou eindelijk eens over op, Jaap. Je krijgt van mij geen cent. Ik beleen mijn kegelbal. Ik beleen mijn keu. Krijg ik nou van jou die 33 gulden die ik nog tekort kom? Het antwoord is nee. Oké. Maar dan ben ik er ook vandoor. Met een vrouw zo eigenwijs als jij wil ik geen seconde langer onder één dak blijven. Ben er vandoor, Nel. Ik ben weg. Reed je tandenborstel niet? 33 gulden, Nel, 33 gulden. En 33 jaar. Jij gaat in de fout, Nel. Jij gaat in de fout. Nou, dat ben ik 15 jaar geleden al gegaan. Ik wist het van tevoren dat je weer tegen zou zijn. Maar ja, wat zouden wij ook doen met een paar ton, hè? Jij zou je niet op je gemak voelen in een grote slee. Jij zou verdwalen op een landgoed. Jij zou nu weten hoe je je moest gedragen bij de koningin. Laten wij nou maar blijven wat we zijn. Een miserabel stelletje arme sloepers. Geef me dat geld maar niet, Nel. Geef me dat geld, Nel. Ik heb het nodig, hoor je me? Ja, ik ben niet dood. Kunnen we nou even stil zijn? Wij willen slapen. Dan is die gek van de greep weer. Wil je stilte, hè, de greep? Dan moet je in de biesbos gaan wonen. Ja, kan het nou eindelijk eens rustig zijn? Je maakt de hele buurt wakker. Ik maak de hele wereld wakker, Nel. Dit is een buitenkans, die laat ik niet aan mijn neus voorbij gaan. Jaap, een haargroeimiddel. Ja. En weet jij hoeveel kale mensen dat er zijn? En die zijn allemaal rijk. Dat wijzen de statistieken uit. Ja, en weet je waarom? Omdat ze slim zijn, Nel. Hoe minder haar, hoe meer hersens. We kunnen rijk worden, Nel. Stinkend rijk. Ja. Net als toen met die aandelen van de keizerlijke Russische spoorwegen. Begin daar nou niet elke keer weer over één foutje. En die lichtgevende schoensmeer. Twee foutjes. En die waterdichte vergiet. Ja, hou je mond nou maar dicht. Weet je wat met jou is, Jaap? Jij bent gewoon veel te goed gelovig. Iemand hoeft jou maar een goed verhaal te vertellen. En ja hoor, Jaapie trapt erin. Geef me dat geld, Nel! Hey, kom, Kooijman! Ja, kom nou naar bed. Ik kom pas naar bed als ik ja heb gehoord. Ja! Hou je geld maar, Nel. Ik verkoop hier wel wat. Hier ook de koekoeksklok. Kom jij doen, het is midden in de nacht. Doe geen oog dicht met de geschreeuw voor jou. Simon, ik heb 33 gulden nodig. Een recht hartelijk goedenavond. Simon, blijf. Leef mij die 33 gulden en wij worden miljonair. Miljonair? Het gaat over een haargroeimiddel. Een haargroeimiddel. Kijk nou, Simon, naar deze foto. Die is van dokter Duskind, de uitvinder daarvan. Vorige week zo kaal als een neet. En nou hebt hij zo'n kop met haar. Beethoven is er niks bij. Ik hou niet van Rossi. Trouwens, 33 gulden voor mij een heleboel geld, hè? Zo zie je maar weer hoe je je in iemand kan vergissen. Ik dacht dat jij net zo'n vriend voor mij zou zijn als ik altijd ben voor jou. Alles heb ik altijd voor je over. Alles. Weet je nog die keer dat je promotie kon maken? Die kantoorbaan? En wie is er toen met je baas gaan praten zodat je nou nog lekker door de riool kruipt? Ik. En nou vraag ik jou om een luizige 33 gulden. En wie zegt er dan nee? Jij. Ja. Jij bent overtuigd. Morgen breekt mijn spaarpot.
krijg jij 33 gulden. Simon, we worden miljonair. Biertje? Nee, ik moet naar zus. Die krijgt een kwartje van me. Wat voor kwartje? Hadden we hem gewet dat jij me weer om zou lullen. Er hangt een touwtje, hoor. Ik heb mijn handen vol. Oh. Zo. Ja. Jo, is die dokter er nog niet? Nee, maar als die er straks is met zijn formule, kennen we zo aan de slag. Jacobus. Simon, jeneverflessen, daar kun je toch geen haargroeimiddel in verkopen? Juist wel, Jaap, juist wel. Zeker als je het etiket laat zitten. Simon, mede-vennoot. Ik ben hier even bezig aan wat slagzinnen. Wat had jij gedacht van deze? Ben u bevreesd voor haar uitval? Dit middel zeker helpen zal. Jawel, het helpt in elk geval. Al wil u haar op uw kegelbal. En dan wilde ik het noemen Kooimans wonderhaarwater. Ho, ho, ho. Er zit ook 33 gulden van mijn in, hoor. Mijn naam moet er ook op. Waar zal hij hem hebben? Goedemiddag. Goedemiddag, dokter. Komt u verder. Dank u. Zo, Simon. Wat heb ik je gezegd? Heeft hij haar of niet? Zo. Dan kun je alle matrassen van Dijk zich mee vullen, joh. Dank u. En meneer Kooiman, hebt u de 100 gulden, dan krijgt u de formule. Natuurlijk, dokter, natuurlijk. Kijkt u eens even. Astenblaft. Dat klopt als de bij uit Van Brugge. Mag ik u even voorstellen aan mijn vriend en medevennoot Simon Stokvis. Ah wel, dat ziet er een intelligente monsieur uit. Zo, hoor je dat, Jacobus? Een intelligente monsieur. Hij noemt me altijd een idioot. Hij noemt u een idioot. Alsjeblieft, meneer Kooiman. De formule. Ah. Veel succes ermee, maar ik moet nu wel gaan. Ja, wacht even, dokter. Moet u het niet eventjes voordoen hoe dat gaat met de formule en zo? Oh, nee, dat is toch helemaal niet noodzakelijk. Ik heb daar dan wel 30 jaar op zitten broeden op die formule. Maar als je het eenmaal weet, kan een kind er wel eens doen. Kijk, hier op de achterkant staat een lijstje met de ingrediënten. Mm-hmm. Kan u kopen bij iedere kruidenier. Het gaat hem om de juiste mixage die in de formule staat. En dan niet te vergeten, dit. Wat zit daarin? H2O. Zo. Dat is dus een bijzondere samenstelling van zuurstof en waterstof. Dus je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn. Ja, reken maar. En moest u onverhoopt met vragen zitten, dan kan u mij altijd bereiken in Brussel. Tot genoegen. Ja, dokter, moeten wij niet een paar dingetjes op papier zetten, toch? Dat Rotterdam-Zuid onder mij valt en zo. Dat is toch helemaal niet nodig? Ik vertrouw u volkomen. En omdat we zo goed zaken gedaan hebben, krijgt u er goeree over flakkeet bij. Veel succes! Simon, die mannen begrauwen hard. Voor mij is het mannetje oké. Eens even kijken wat we nodig hebben. Jo, Jacobus, je armen worden te kort. 1 liter petroleum. 1 liter slaolie. 4 pakjes planta. 1 kilo bastardsuiker, 2,5 ons maizena, 1 pot groene zeep, 1 fles Exota tussen haakjes aardbeiensmaak, 1 fles boorwater en een klein zakje poppetje blauw. Het is toch niet te geloven dat je met dingen die iedereen gewoon met de kruidenier kan kopen, dat je dan miljonair mee kan worden. Het gaat om de mixage, Simon, die in de formule staat. De kennis van de mixage en dankzij mij hebben we die. Jo, wacht eens even. We weten helemaal niet waar die woont. Zie je hem nog, Simon? Nee, je hebt niks te zien. Alleen een klein kaal mannetje met een poedel onder zijn arm. Maakt niet uit, Simon. We gaan boodschappen doen. Ja, wacht nou eens even. Ja, maar dat kost weer geld. Ik ben blut. Gaan we bij de waterstoken, laat ik alles opschrijven. Zo. Ja, en dan nou, poppetje blauw. En dan nou, poppetje blauw. Huppie. En dan de H2O, ja. Voorzichtig toevoegen. Kijk uit, het is geen water. Hey. En tenslotte,
goed roeren. Goed roeren. Kijk het, Kuppers. Ook een lekkere kop met daar. Ja. Roeren, Simon. Ja. Ja, ziet er goed uit. Simon, laten wij dan nu de eerste fles vullen. Ja. Ja, God schept de dag. En Simon Stokvis schept de soep. Ja. Dat ziet er goed uit, Simon. Heel goed. Heel goed spul, mooi. Mooi. Simon! Mede-vennoot. Mag ik jou dan namens de firma Kooivis? De eerste fles Kooivis Wonder Haarwater overhandigen. Kobus, dankjewel. En ze zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig. Maar als wij straks op ons zeiljacht, op de Mediterranee, in de zon leggen bruin te bakken, nou Jacobus, dan heb je toch een knappe jongen nodig om mij ongelukkig te krijgen, hoor. Ha, Kooiman, is Simon bij jou? Scholte, kom verder. Simon, ga jij eens even lekker zitten, Huip. Hoi, Huip. Ha, Simon. Ik kom even een gulden halen voor het cadeau van Henk Thijssen voor zijn verjaardag. Wat is er, jongens? Kooivis Wonder Haarwater. Een haargroeimiddel? Jazeker, bereid volgens de geheime formule van dokter Duskin. Dat geloof ik toch allemaal al lang niet meer in. Wat ik allemaal wel niet in mijn kanus heb gesmeerd. Maar dit is hele andere koek, Huip. Kijk hier eens even naar die foto van die dokter Duskin vorige week. En nou op die zoonboshaar. Simon? Sir. Zou ik niet graag in die bioscoop achter hem zitten, hoor. Als ik al het geld nog had dat ik aan die troep heb uitgegeven, nou, dan kon ik nou rentenieren. Maar dit kost jou helemaal niks, Huip. Jij krijgt van mij een gratis beurt. Doorsmeren en olieverversing. Pak jij zijn tafellaken, Simon. Huipie, een paar haartjes meer op je hoofd en je kan de vrouwtjes niet meer van je afslaan. Jongens, ik weet het niet, hoor. Nou, Huip, wees maar niet bang, hoor. Volgens het etiket zit er maar 33% alcohol in. Ja. Dus eventjes, breng het middel in ruime mate aan op de hoofdhuid. Ja. En dan masseer het middel in de hoofdhuid in. Ja. Heel goed. Dan wikkel een handdoek om het hoofd. En laat het geheel een uur lang intrekken. Moet ik een uur lang met een handdoek om mijn hoofd zitten? Nou, dan gaan we toch even kwartetten. Ja, gezellig. Ja. Dan is dat uurtje zo om, hoor. Dan wil ik van Huip, van de middeleeuwse lingerie, de kuisheidsgordel. Ja. Kwartet. Hey. Het uur is om. Voel je al wat? Nou, mijn hoofd tintelt helemaal, joh. Ja, dat is dat groeien van dat haar. Ja, en met dat andere spul had ik dat nooit, joh. Nee, natuurlijk niet, want dit spul is echt. Zullen wij dan de handdoek gaan verwijderen en Huip's prachtige, golvende manen gaan bewonderen? Ja. Ik ben zelf ook hartstikke benieuwd, joh. Maar we er wel even een moment van maken, Simon. Ja. Haal jij Nelder spiegel eens even uit de slaapkamer. Even wachten, hè? Even wachten. Ja, maak je maar geen zorgen. Huip. Ze zullen op de kegelclub ook niet weten wat of dat ze zien. Ja. Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand. Wie hebt de mooiste krullen van het land? Ja. Koos, laten wij overgaan tot de onthulling. Ja. Nou, misschien even wachten tot Nel thuis is. Schei eens uit. Moest ze maar niet om de havenklap naar de moeder lopen, hoor. Schiet nou toch op, kom je man. Oké, daar gaat hij dan. Mooi. Prachtig. Vooral als je koningsgezind bent. Eens kijken.
pootje, Bibber. Nou is die gevallen. Is die gebroken. Zelf, man. Dat doe je zelf. En een andere spiegel hebben we niet. Nee. Jammer nou. Niet aankomen. Voorzichtig. Afblijven, Huip. Afblijven. Anders breek het af, man. Het is echt prachtig, hoor. Prachtig. Ja, je bent ineens een heel andere man. Hoor. Jonger. Alsof hij zo uit het ei komt. Oh, daar ben ik weer. Ja. Heb ik allemaal aan je man te duiken. Ja? Heb je nou toch niet ergens nog een spiegel, joh? Ik moet het zien. Ja, hebben we wel. Ja, kijk. Ja, hier, kom maar. In de slaapkamer. Kijk, daar zo. Daar hangt die. Kom op, Jan, wegwezen. Hey, wat hebben jullie met die arme man gedaan? Geen idee, Nel, geen idee. Kom maar, wat maak je nou, man? Simon! Ik ben slechts mede-vennoot. En mijn nichtje gaat morgen trouwen. En ik ben getuige. Wat is er nou in hemelsnaam gebeurd? Ja, Siem. Ja, Jaap. Weet je wat, Jaap? Succes met de verkoop en laat mijn naam er maar op. Jaap Kooijman, gefeliciteerd. Je hebt het weer voor mekaar. Laat me gerust. Ik heb hier 30 jaar aan gewerkt. Ik verkoop het u niet. Alleen dus, kind. Ik verhoog mijn bot nu toch echt voor de laatste maal. 1000 gulden. Je kunt mijn botten kussen, jij. Ik verkoop u niet. 2000 gulden en geen centime meer. Nee, en nog eens nee. Dus, kind. Noem uw prijs. Laat me los, laat me los. Alleen als u het mij verkoopt, hè. Nooit, zeg ik u, nooit. En nu gaat je doen wat ik zeg. Wat? Help! Dit is toch echt de laatste keer! Politie! Paul! Dus, kind. Als je maar niet denkt dat je van mij afzijt. Achterlijke lava, Paul! Excuus van u erin te betrekken, meneer, maar die een lambiek. Is mij al van Brussel komen volgen. Hij wil met mijn formule ontfutselen. Formule? Ja. Daar heb ik 30 jaar aan gewerkt. Een haargroeimiddel. Nou, wat een toeval. Ik ben zelf uitvinder. Ik heb toevallig net de uitvinding van de eeuw gedaan. De elektrische ritssluiting. De elektrische ritssluiting? Ja. Heb ik patent op aangevraagd? Nou, nog een klein beginkapitaaltje, gooi ik het op de markt, ga ik tonnen verdienen. Maar vertel eens, dat haargroeimiddel. Nee, laat dat maar zitten, laat dat maar zitten. Een beginkapitaaltje, zegt u. Hoeveel dacht u nodig te hebben? Met 100 gulden ben ik een heel eind op weg. 100 gulden. Als ik nou eens...